We hebben een hele drukke agenda, heel veel gasten. Dus Mike, het is tijd voor onze volgende gast. Hè? Ja, maar ik zou toch nog iets willen aankaarten. Want we hebben nog de tickets natuurlijk voor de voorstelling van Sportax 86. Ja, tuurlijk. Dat is op 10, 11 en 12 mei. Dus die prachtige voorstelling in de Brielpoort van Deinzen. Mogen wij daar 5 duo-tickets voor weggeven. Wat moet je daarvoor doen? In de eerste plaats natuurlijk onze Facebookpagina liken. Dat is de eerste vereiste. Hè? En dan een mailtje sturen met jouw gegevens naar info@radiometeor.be. En jouw datum van voorkeur, dus ofwel 10, ofwel 11, ofwel 12 mei. En dan kan je dus een dubbelticket gaan winnen voor het stuk Eclectic. Die wordt gespeeld dus in de Brielpoort van Deinzen door Sportax 86. Goed, van Deinzen, ja, eigenlijk naar Deinzen, want Deinzen, Poesle is tegenwoordig ook Deinzen. Dat klopt. Dag, ja. Steven, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ze hebben mij gezegd, Steven is een nieuwkomer in ons bestuur, dus hij gaat dat perfect doen. Dus bij deze, Steven, er ligt heel veel verantwoordelijkheid op jouw schouders. Absoluut, absoluut. We doen ons best. Poesle Dorp, Poesle Meikermis, op het weekend van 3, 4 en 5 mei. Vertel eens, Steven, wat staat er allemaal op het programma? Met Poesle hebben wij een zeer actieve kleine deelgemeente van Deinzen, maar de meest actieve deelgemeente. En onze jaarlijkse hoogmis is eigenlijk de Meikermis. Mm-hmm. En wij starten sportief op vrijdagavond met een jogging tussen de Poeselse velden. De mensen hebben de keuze om in te schrijven voor een loopje van 4,4 kilometer of 8,8 tot 17,6 zelfs voor de zeer sportievelingen. Ja. Maar we koppelen die sportieve activiteit ook aan het aangename en we vervolgen de avond met een heuse trappistenavond. Oei, ja. Dus alle bekende trappisten zijn aanwezig en kunnen naar hartelust geproefd, ja, worden. En is het een verplichting dat je eerst loopt voordat je een trappist krijgt? Het is absoluut geen verplichting. Nee, okay, je kan ook gerust enkel voor de trappisten langskomen. Ja. Dat ik vraag het maar. Hè. Nee. Iedereen welkom, ook de mensen die het niet zien zitten, ja, om te lopen, die kunnen gerust een trappiste komen drinken. Ja. Ja, ja. Dus alle bekende, absoluut, Belgische trappisten bieren zijn daar aanwezig. Allemaal hebben we ze aanwezig. Ja, mooi, absoluut. Mooi paletje, ja, dus. Mm-hmm. Zeker. Ja. Dus dat is voor de eerste dat dag is, van die Meikermis? De vrijdagavond, ja, om het weekend toch een beetje sportief in te zetten. Tuurlijk, ja. Op zaterdag focussen we ons meer op het partygehalte en dan organiseren we Steak & Dance. Daar kunnen we een Chateaubriand met sausen aanbieden voor de kinderen, balletjes en tomatensaus. En nadien een party met DJ Enko. Mm-hmm. Voor de Steak & Dance vragen wij een bijdrage, maar de 5 achteraf, de party, is volledig gratis. Mm-hmm. Ja. En een pintje drinken natuurlijk. Hè? Uiteraard. Of misschien uiteraard nog een trappistje. Dat, of zo. Als ze nog niet allemaal op zijn van de vrijdagavond, dan, ja, kan er zeker ook nog een trappistje, okay, af. Ja. En dan is er nog een derde dag in het rijtje? De zondag, dan is er de jaarlijkse traditie. Het is ondertussen de 20e keer dat er een sneukeltour wordt georganiseerd. Mm-hmm. Daar voorzien we te starten tussen 13:30 en 14:30. Het is een sneukeltour waar wij 4 stopplaatsen voorzien. Op de eerste stopplaats krijgen de mensen een streekbiertje met een kaasbrochette. Mm-hmm. De tweede stopplaats is voorzien van meloen met Poeselse hesp en een glaasje wijn. Op de derde post een koffie met een Nevelse pannenkoek. Om dan op een vierde plaats Meighemse aardbeien met een glaasje cava te kunnen verorberen en af te sluiten met een barbecue met frietjes. In de, ja, daar zou je alles voor meewandelen natuurlijk. Hè? En alles voor de democratische prijs van €15 voor een volwassene en €8 voor een kind. Dus allen daarheen zou ik zeggen. Dat valt goed mee. Dat valt zeker heel goed mee. Zelfs, ja. Steven, ik hoor aan uw taalgebruik dat je waarschijnlijk dat je niet geboren bent hier. Klopt dat? Ik ben niet geboren hier, nee, dat klopt. Ja. Ik hoor het. Dus woont u al lang in de regio? Ik woon ondertussen 10 jaar in Poeselen. Ja. Oh, ja. Ja, we zijn Poeselse inwijkelingen, maar ondertussen zeer goed geïntegreerd. En na 10 jaar was het ook wel eens tijd om mij te engageren in het feestcomité Poeselen Dorp. Vandaar dat ik dus de nieuwkomer ben, maar zeker enthousiast. Ja. Een actief lid, zoals ze zeggen eigenlijk. Dat is de bedoeling, ja. Zeker. Ik kan me ook voorstellen, zo'n een meikermis of een weekend voorbereiden en dergelijke meer, dat kruipt wel wat tijd in. Dat kruipt inderdaad wel wat tijd in de voorbereiding, maar ook in de organisatie en het regelen van alle randgegevens uiteraard. Hè. We hebben een heel pak medewerkers die ook moeten opgetrommeld worden en gecontacteerd worden. We hebben organisatorisch uiteraard allerhande zaken die moeten geregeld worden. Dus we zijn er al enige weken mee bezig om alles voor te bereiden. En niet te vergeten natuurlijk publiciteit maken en mensen uitnodigen om te komen. Hè. Ja. En of vandaag hebben jullie daar geen problemen mee voor medewerkers te vinden? Want ik hoor van heel veel mensen, heel veel verenigingen, dat dat toch
tegenwoordig moeilijker en moeilijker wordt. Het klopt inderdaad, maar zoals ik daarnet al zei, Poeselen is een zeer levendige gemeente en de mensen zijn zeer geëngageerd. En tot nu toe hebben wij er eigenlijk geen probleem mee om, om voldoende mensen bijeen te krijgen om daar eigenlijk een topweekend van te maken. Ja. Je zei daarnet, wij zijn de actiefste deelgemeente van Deinzen. Wow. Allee, dat mag wel gezegd worden, allee, dat is mooi gezegd dat, natuurlijk. Dat claimen we zelf toch graag, ja. Heb je ook die fusie met Deinzen een beetje verteerd of was dat... Laat zeggen dat we daar nog geen last van ondervonden hebben. Nee, absoluut niet. We zijn altijd al goede buren geweest. Ja. En wij doen... Prima, mooi. En dan komt het stadsbestuur van Deinzen misschien ook wel eens langs. Ze zijn van harte welkom, absoluut. Dat zou toch moeten natuurlijk, naar hun actiefste deelgemeente eens komen kijken. Dat zou zeer welkom zijn. Ja. Je had daarnet aan dat je nieuweling bent in het bestuursgegeven van deze vereniging. Van waar jouw engagement om dat te doen? Ja, kijk, ik ben al, zoals ik net zei, 10 jaar aanwezig in Poeselen. Uh-huh. En ik heb al 10 jaar meegedaan met alle activiteiten die georganiseerd werden. En het leek mij een goed moment om een stapje verder te zetten en mijzelf ook eens te gaan engageren in het organiseren van de activiteiten waar ik nu toch al een jaar of 10 heb kunnen van genieten. Van genieten, ja. Want dit is niet de enige activiteit voor ons. Dit is niet de enige activiteit, nee. In Poeselen zijn we met een 7-tal verenigingen, denk ik, die elk wel hun eigen activiteiten organiseren. Ja. En Poeselen Dorp is eigenlijk het feestcomité van de gemeente. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk het ganse jaar door al die verenigingen wel van alles georganiseerd. Wat zijn zo de, behalve dit, zo andere... Maar met Poeselen Dorp organiseren wij bijvoorbeeld ook jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de gemeente. Ja. Ook altijd een groot succes met hapjes en drankjes. En altijd fijn om op die manier het nieuwe jaar in te zetten. Uiteraard, ja. En mensen ook op een andere manier eens leren te kennen, waarschijnlijk. Zeker. En het is altijd leuk als mensen nog eens buiten komen en elkaar ontmoeten. Ja. Dus dat is een van de grote doelstellingen. Ja, tegenwoordig met het internet gebeuren en dergelijke meer. Mensen vergeten soms te praten tegen elkaar. Hè? Dat is waar. Dat is waar. En op die manier proberen we daar toch iets aan te doen. Ja. Oké, dan rest er mij jullie nog heel veel succes te wensen. Uiteraard vooral nu met deze meikermis. Dank u wel. Want dat is en belangrijk natuurlijk, zoals we al aangehaalden, dat het weer ook een beetje positief mag meewerken. Wij rekenen erop dat het weer terug wordt zoals het vorig weekend was. maar we hebben helaas geen glazen bol, maar we hebben er alle vertrouwen in. Ik heb al signalen gehoord dat vanaf midden van de week het weer terug zal beteren. Dus het gaat de goede richting uit. Het moet nu ook niet al te warm zijn, maar net gepast zo dat mensen dorst genoeg hebben om toch... En als het al droog blijft, dan zijn we pas zeer tevreden. Dat zal wel een heel groot iets zijn. Goed, dus 3, 4 en 5 mei in het centrum van Poeselen. Zeker. Zo zeg je uiteindelijk. Ja, allen daarheen. Moeten op voorhand ingeschreven worden voor die sneukeltocht? Er wordt liefst wel op voorhand ingeschreven voor de sneukeltocht. En waar kunnen mensen dat? Dat kan via de website www.poeselen-dorp.be of via het gsm-nummer 0491-11-10-10. Ja, dus daar kunnen mensen nog altijd... Ze kunnen nog altijd inschrijven, veronderstel ik. Ze kunnen nog altijd inschrijven. Ja. En zeker voor de jogging op vrijdagavond is het geen enkel probleem. Hoeft je niet vooraf in te schrijven. Kun je het weer afwachten of je sportiviteit, het gevoel in de benen afwachten. Voor de sneukeltour en de steek en dance vragen we toch om nog op voorhand in te schrijven. En mocht het... Zodanig dat we ons kunnen organiseren. Ja, en mocht het weer dan toch nog tegenslaan, dan is het nog altijd de trappist natuurlijk. Hè. Absoluut. Die maakt alles goed. Zeker weten. Goed, dus met andere woorden, van harte veel succes gewenst, Steven. Dank je wel. Ook in de komende organisaties en events daar in Poeselen. Hou ons vooral op de hoogte. We gaan dat zeker doen. We vinden het altijd leuk om te weten wat er leeft in Poeselen. Bedankt om ons uit te nodigen ook. Dat is graag gedaan. Om ons een forum te geven. En ik zou zeggen, misschien komen we wel eens een trappistje drinken bijvoorbeeld. Afgesproken. Oké. Prima. Fijne zaterdag en tot de volgende. Dank je wel.